lokaal. Vandaag speelt het eerste team van de Almeerse rugbyclub zijn laatste thuiswedstrijd op het Wierden Sportpark. De heren nemen het op tegen het team van Castricum dat momenteel op de eerste plek staat in de competitie. Als de mannen van de Bulldogs weten te winnen, dan nemen zij de koppositie over in de tweede klasse Noord. Jullie laatste wedstrijd hier in Almere Haven, nostalgie? Ja, zeker veel nostalgie op een veld. Nou, je ziet het. Het gras moet je zoeken. Maar er heeft inderdaad heel veel historie. Heeft hier goede dingen en slechte dingen. Maar we zijn op het ogenblik wel heel erg weer in de moed. Ik denk dat het goed is dat we een nieuwe locatie hebben. Een nieuw veld. Een veld waar we keihard op kunnen trainen. We hebben twee velden, een trainingsveld en een speelveld. Dus dat moet geen tegenstander meer zijn. De faciliteiten zijn op dat moment beter. Wat verwacht je van deze wedstrijd? Het wordt een moeilijke wedstrijd. Castricum natuurlijk koploper. Het is een jonge ploeg, een hele snelle ploeg. Ze spelen heel snel rugby. Vorige keer dat we tegen ze gespeeld hadden was niet echt goed afgelopen voor ons. Dus we moeten oppassen en hard werken. We weten dat het gewoon een zware pot wordt hier. Veld is zwaar vergeleken met ons veld. Dus daar moet je op inspelen, op instellen. Iedereen was gefocust, wist zijn taken. Dus de wil en de focus was er. Nou, in het begin begonnen we met de voorwaarts wel heel goed te spelen. Gewoon goed druk erop. We hebben uiteindelijk ook de eerste try die we eruit scoorden. Dat was gewoon veel druk die er vanuit voorkwam. En dan krijg je toch een lekker platform om te spelen met de backs. En dat gebeurde ook. Dus we zijn niet echt in de eerste 20 minuten niet onder druk geweest. Dus we hebben gas kunnen geven. En ik denk zelf dat we nog meer punten harder voor kunnen staan. Wat ging er minder goed volgens jou? En ja, je ziet toch dat Castricum heeft een paar hele snelle spelers. Die dan toch, als je ze te veel ruimte heeft, geeft, dat ze dan die nemen ze en dan gaan ze te veel lopen. Dus een beetje afwachtend waren. Ja, en daardoor komen zij in hun spel, ze ruiken aan een try, dan komen ze nog een stukje naar voren toe. Hebben het niet af kunnen maken, ze hebben niet slim uitgespeeld in mijn ogen. En daarna eind eerste helft pakken wij het gewoon heel goed op. Door heel de dominant aan te vallen en de juiste patronen te spelen, vaste afspraken uit te voeren. En ja, dan zie je gewoon heel mooi rugby. Wat zegt de coach in de rust, want je staat met 20-10 voor? Allereerst is het zwakke punt, gewoon meer druk zetten naar voren. Rust heb je natuurlijk altijd, zoals het al zegt, je hebt even rust, dus je kan even bijkomen. En eigenlijk moet je dan gewoon weer twee keer zo hard uit de startblokken komen. We wisten wat hun kwaliteit is, het zijn jonge jongens, die willen snel rugby spelen. Maar als je ze geen meter geeft en je zit er altijd bovenop, dan kunnen ze zijn niet spelen. En dat is de boodschap die ik ze meegegeven heb. Ja, dan staat je in die tweede helft weer heel goed. Ja, zeker. Ja. Nou, het is een beetje hetzelfde als bij de eerste helft. We zijn al heel goed starten. We hebben even weer een moment gehad om even ons hartslag naar beneden te krijgen. Even de kopjes weer dezelfde kant op te krijgen. En dan spelen we gewoon het beste als we gewoon ontspannen zijn eigenlijk. Ja, want jullie komen wel toe aan scoren, maar zij niet. Nee. We hebben goed verdedigd. Een paar keer hebben ze wel kans gehad. Die hebben ze dan niet afgemaakt. Ik weet niet waarom eigenlijk. We hebben ook een paar keer mazzel gehad, maar ja, dat moet je af en toe hebben. Ja, en dan win je de wedstrijd van de koploper met grote cijfers, 35-10, dat is uitmuntend. Ja, zeker. Ja, we waren ook heel blij. Ik denk dat het ook wel te zien was vanaf de zijkant. Dus we hebben wel een doelstelling gesteld. De afgelopen drie wedstrijden moesten tegen nummers 1, 2 en 3. Die hebben we nu alle drie gewonnen, dus de lijn zit er goed in. Ja, dan kijken we even vooruit naar de play-offs. Hoe ga je die in? Dat doen we nog even omschakelen. Dan moeten we dinsdag nog even goed over praten. Want we stonden natuurlijk vierde en drie zware wedstrijden voor de boeg. Dus eigenlijk hadden we er niet heel erg rekening mee gehouden dat er nu in één keer de play-offs in zouden komen. Dat was ook niet de doelstelling eigenlijk. Jullie spelen tweede klasse. Hebben ze jou nou gehaald om te promoveren naar de eerste klasse? Ik ben niet gehaald om naar de eerste klasse te gaan. Het is meer dat ik een ambitie heb als coach. De club heeft een ambitie als club zijnde, nieuwe locatie. Ik zie gewoon heel veel mooie dingen groeien binnen de club. En we gaan er een heel mooi verhaal van maken hier in Almere. Almere lokaal.